Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. De Field Manager, de vraag van de week en de start van het eerste elftal in de beker. U kijkt naar het Excelsior 31 TV Weekjournaal. Zaterdag gaat voor de meeste teams de bekercompetitie van start. Mans Achterkamp zorgt ervoor dat de velden op de koerbelt er weer perfect bij liggen. Afgelopen woensdag liepen wij een ochtendje mee met Mans om te zien hoe een voetbalveld wedstrijd klaar wordt gemaakt. Zo. Nou, hier dan zeg maar voor de velden. Dan doe ik de belening. En dan een bonnen schoonmaken en dan weet je wat er allemaal gaat hier. En dan een fluit, zaterdag zo nog. Ja, nou, vrijwilligerswerk werk hè. Druk bij de club. Druk bij de club, ja. Je zei het, field manager, de belening van het veld. Ja. Hoe lang doe je dat al? 9 jaar. Hoe ziet jouw week eruit hier? Meestal begint te smalen. We lopen een keer rondjes om de velden en zo, de rommel en zo opruimen en wat dan ook. Nou. Is het wat smerig, wat met bonden en zo, dan maak ik ook schoon. Als ik het minste tijd voor heb, hè. Nou, allemaal zulke dingen, jongen. Ja, dat moet goed zijn, hè. Zaterdags komen we allemaal clubs en ja, dat moet dat goed zijn voor Excelsior, hoor. Je moet een uitstralen dat het allemaal goed is, vind ik mensen, hè. En hoe ben je dan extra zorgvuldig voor zo'n veld? Nou, als er alles rechtop staat. En dat alles goed is. De netten en al zulke dingen meer. Dat moet goed zijn. We zijn geen boerenclubje hier. Oh, het is wel Excelsior 31. Ik ben blij dat er bij ieder geval het hoofdveld dat er kunstgras is. Ja, want... Je was eigenlijk nog uit de tijd dat het hoofdveld hierachter van normaal gras was. Wat dacht jij toen je hoorde dat het ging veranderen? Ik was er blij mee. Niet dat ik voor kunstgras ben. Dit is het mooiste, zoals bij veld 4, kijk maar. Dit is het mooiste, maar ja, dat kan niet anders. Maar ik ben er wel blij dat er kunstgras ligt. En die gras wat perfect is, moet het normaal zijn 2,5 centimeter. Gras, hè? Je hebt wel gezien, de gras is veel te lang. Maar ja, dat mag je niet te hard zeggen hier, want dan stoot je weer een hoop mensen voor de knieën. Nou kom je in een periode waarin het gaat regenen. Vooral de afgelopen dagen heeft het ook veel geregend. Wat betekent dat voor het veld? Ja, voor het veld gebeurt niet zo heel veel. Maar je kunt de slechte beleving kun je er slecht op krijgen. Hè? Door de slechte weer, zoals maandag en dinsdag. Dan moet je gewoon wachten tot het een beetje droog wordt. En dan met die beleving moet je puur erop doen. Hè? Anders doe je alvast een beetje water door. Dan schuilt de club op een paar euro. Maar nu is het puur. Dus dan kan de club iets een paar euro meer. Hoe lang ben je bezig met één veld? Nou, een halve dag. Er zit echt wel veel tijd in één veld? Er zit een hoop tijd in. Als je er dan 6 hebt, dan ben je constant zeg maar 3-4 dagen ben je wat druk. Nou doe je het hele veld met één machine. En wat voor machine is dat? Gewoon een kantmachientje. Ja, ik heb er 2, hè. Ik heb er 2. Meestal ook om de week, dan pak ik die andere weer. En, nu is het er dan kalk in, zo'n dingetje. Hoeveel kalk gaat erin voor één veld? Nou, 20 liter. Zo'n bus zit er geloof ik 18 of 20 liter in. En als je er dan puur op doet, dan ben je zo'n bus bijna kwijt, hè. Je moet altijd alleen zorgen dat je lijn strak hebt. En dan gooi je vanzelf in de ronde. Anders kom je de grens niet goed doen.
Nou weet iedereen dat er afmetingen zijn op een veld, maar ik heb gehoord dat er verschillende afmetingen zijn en die kent niet iedereen. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, nou bij de 5,5 is 15,50, bij de 5,5 en dan bij de 16,5 is 16,50. Kijk, daar moet je rekening mee houden, vanaf de achterkant. Dus geen 16 meter? Nee, het is geen 16 meter, het is 16,50. Dan zeggen we dan in de 16 meter, maar het is 16,50. Erger je daaraan als iemand dat zegt? Nou, ik erger me er niet aan, maar dat denk ik wel en die weet er niet van. Nee, ik erger me er niet aan, nee. Maar het is 16,5, 16,50. Je loopt jij dagen rond dan? Wat is nou het mooiste als je hier rondloopt? De hazen, hier een stuk of 6, 7 lopen er hier. Dat is heel mooi, die maken ook niet wat kapot. Alleen die kanelen, hè, die maken er ook kapot. Geniet je van de natuur hier? Geniet je van de natuur en van de vogels ook. Dat is hier hartstikke mooi. Heb je als fieldmanager nog een doelstelling voor dit seizoen? Ik hoop dat ik eerst een jaar meedoet om kampioenschap. Dat is belangrijker dan het veld? Vind ik wel, ja. Nou, hoe lang is het? Meneer, is het begonnen? 10 uur? Ja, of nou wel. 10 uur. Ja. Ah, nog. Eén morgen, hè. Komend seizoen hebben we een aantal nieuwe items in het weekjournaal. Eén daarvan wordt samengesteld door jullie als kijker, namelijk de vraag van de week. Wil jij iets weten over Excelsior 31, een vrijwillige, een scheidsrechter of heb je een vraag aan een speler van het eerste elftal? Maak dan nu een filmpje met je telefoon en stuur de video via een privébericht op onze Facebookpagina naar Excelsior 31 TV. De leukste vragen worden beantwoord in het weekjournaal. Voor het eerste elftal zitten de oefenduels erop. Zaterdag begint de bekercompetitie met een thuisduel tegen Richtersbleek. Zijn de mannen van trainer Rob Snijders klaar voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen? Ja, ik vind dat we wel klaar zijn voor de wedstrijd. Vorige week zaterdag speelden we natuurlijk een mindere wedstrijd. Maar daarvoor kun je zien dat we er wel klaar voor zijn. Ik bedoel, het spel is op zich goed, op een paar kleine dingen na. Maar ik denk dat we zeker klaar zijn voor zaterdag. Ja, als jij in een paar woorden moet zeggen hoe de voorbereiding tot nu toe is gegaan, wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen vol energie. We hebben een leuke groep. En voetballen wordt steeds beter. En al met al vind ik dat we wel een goede voorbereiding draaien. Ja, even na zaterdag, Richtersbleek in de beker. Dit is de eerste wedstrijd voor jullie. Hoe kijk je tegen die wedstrijd aan? Richtersbleek is mooi natuurlijk, want ik heb er zelf 2 jaar gespeeld. Dus dat is wel mooi. Ik vind dat we die gewoon moeten winnen. Dat zijn we wel aan onze stand verplicht. En ik denk dat dat ook moet lukken, aangezien we nu gewoon lekker in vorm zijn. Je zegt het zelf, je hebt er zelf gespeeld. Wat voor club is het? Het is een warme club met lieve mensen. Veel vrijwilligers daar. En, ja, het is gewoon een soort van volksclub, kun je het wel noemen. En ik heb daar 2 jaar lang met plezier gevoetbald. Wat voor voetbal spelen zij? Verzorgd voetbal. John Gielink is daar natuurlijk de trainer. Ja, die was hier ook trainer, dus die hield ook altijd wel van verzorgd voetbal. Dus goed, spelen ze 4-4-2 nu. Maar mijn broer speelde ook vorig jaar, dus daar heb ik ook wat een en ander van meegekeken. Ik ben er vaak wel geweest, zeg maar. Dus het is een mooie club en ze willen altijd voetballen. Ja, wat betekent dat voor zaterdag voor jullie? Dat we scherp moeten zijn. En dat we scherp moeten zijn afgelopen zaterdag. Maar ik denk dat het misschien wel goed was dat we zaterdag niet zo heel goed hebben gespeeld. Want het maakt ons weer wakker voor zaterdag. Je hebt het over scherp zijn. Zaterdag mis je Hakim Ezer Safi en Nick Davina door een schorsing nog steeds. Wat betekent dat daarvoor? Nou, ik denk niet zo heel veel. We weten gewoon hoe we moeten spelen en we hebben daar ook de spelers voor die kunnen opvangen natuurlijk. Maar daarentegen met Hakim en Nick leef je wel scorend vermogen in. Maar ik bedoel, de jongens die zaterdag spelen, die zijn ook klaar voor om dat goed in te vullen. Ja. Jij bent nu verdediger linksback in dit team. Je bent eigenlijk als enige nog over in de verdediging van vorig jaar. Hoe is dat anders voor jou? Hoe moet je daaraan wennen? Ik moet zeggen hoe dat vorig jaar met Lubbers, Adi en Rico was natuurlijk wel, speelde hartstikke goed achterin. Maar ik bedoel met die nieuwe jongens, Michel nu op rechtsback, Patrick en Melvin naast mij, dat gaat op zich wel goed. Natuurlijk is het wennen en nog niet zo, niet zoals vorig jaar, maar dat komt wel. Het wordt steeds beter. Hoe train je daarop? Hoe dat veel met elkaar praten, situaties terughalen, trainen op bepaalde situaties en proberen om het de volgende keer weer beter te doen. En het gaat natuurlijk steeds beter. Ja, na Richtersbleek heb je dan ook nog de wedstrijd op woensdagavond voor de nationale beker. Wat is er belangrijk aan die wedstrijd? Ja, het belangrijkste is dat je die gewoon wint en doorkomt. En voor de rest weet ik niet zo heel veel over hun, over de tegenstander. Maar goed, het is derde klas is het, hè? Ja, dacht ik wel, derde klas. Ja. En ik bedoel, die moeten we gewoon winnen, zo simpel is dat. Wij zijn hoofdklas en die moet je gewoon winnen, klaar.
Nog even over zaterdag, wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht een leuke wedstrijd, wat heel warm. Dus dat zal ook wel meespelen. Maar ik denk dat wij gewoon moeten winnen. En dat wordt een hele leuke wedstrijd. Zij willen voetballen, wij willen voetballen. Dus ja, wat een mooie wedstrijd. Het bekerduel tussen Excelsior 31 en Richtersbleek begint zaterdag om 3:00. Een samenvatting is in de loop van het weekend te zien op Excelsior 31 TV. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.